Welkom bij MRC Ommen. We zijn hier bij de meisjes D1. Die hebben in de voorcompetitie alle wedstrijden gewonnen. Dus na 5 wedstrijden 15 punten en een plus 42 doelsaldo zijn ze kampioen van de voorcompetitie geworden. Vorig seizoen hebben ze de lentecompetitie al gewonnen. Dus vanavond hebben ze even in het zonnetje gezet door een t-shirt te geven met erop kampioenen. Ze zijn ongeslagen, dus tot nu toe mag ik mijn handjes dichtknijpen. Ja, het zijn 12 hele fanatieke dames. Dus als je soms wel langs de kant zie je, dan denk je van wat moet dat worden. Maar als ze dan in het veld gaan, dan gaat gewoon de knop om en dan is het volle bak erin. Dus ze zijn niet bang voor een tegenstander, maakt niet uit wie er staat. Ze zeggen ook altijd, het eerste duel wat we aangaan, dan gaan we gewoon goed hard aan. Dan weten ze gelijk wie we zijn. Ons volgende doel is, we hebben nu derde klasse gespeeld, dus we worden nu wat hoger denk ik ingedeeld. Dus we gaan kijken wat we dan gaan doen. Dus we worden of hoog in de derde klasse of laag in de tweede klasse. Dus dan worden de tegenstanders ook wat moeilijker, dus er komt wat meer uitdaging voor de dames.